25e serie jeugdklasse zit er op circuit de Bargen. Ja, de NK Jeugd, 19 maart. Betekende dat we veel rijders volgden uit de regio, maar ook uit de gemeente Oldenbroek. Steenworden afstand woont hij bij het circuit vandaan, Robert Fobbe. Ja, Robert, ik zie je kijken. Ik denk dat je niet helemaal tevreden bent. Nee, klopt. Totaal helemaal leeg gereden. Ja, de eerste maand, dat ging in eerste instantie heel goed, ook in de beginfase. We hebben toch onlangs erover gehad, ook samen, zeker ook de afgelopen week, naar de wedstrijd toe. Ja, wat heb je de afgelopen week nog gedaan om toch proberen nog weer wat kracht terug te winnen na je blessure? Ja, ik heb toch wel veel in de touwen gehangen thuis, om bovenlichaam te trainen en zo. Ook in de sportschool, mijn benen natuurlijk getraind voor de knieblessure. En gisteren heb ik een dagje rust gehouden en nou, vandaag gewoon weer wedstrijd en morgen weer uitfietsen. We hebben hier eigenlijk de beide manches beleefd, want ja, jij rijdt op je eigen thuiscircuit. Dat is altijd wel bijzonder, hè? Ja, klopt. De eerste manche had ik in de beginfase was hartstikke goed, maar toen kreeg ik last van harde armen en kon het stuur haast niet meer vasthouden. De start ging toch goed? Ja, klopt. En dan heb je de tweede manche, dan lijkt het dus dat het goed gaat. Je gaat even mee naar voren toe en dan op een gegeven moment ben je alles kwijt, hè? Ja, klopt. Super goede start, maar het tweede rondje was gewoon een hele dikke bagger. Ja, en zo toch weer een beetje ritme proberen te krijgen, maar ook gewoon helemaal weer leeg gereden. Wat ga je nu doen in de toekomst, in de wedstrijden die komen gaan nu? Want je weet het, het is een hele zware blessure voor je geweest. Ja, in een jeugdklasse moet je top zijn, dat weten we ook allemaal. Ga je nog de stap doorzetten om in die competitie verder te gaan of zeg je van, we gaan toch een andere stap maken? Ja, natuurlijk. De snelheid dat is er wel. Alleen totaal nog geen conditie. En daar ga ik de komende periode heel hard aan werken. Dat betekent dus wel dat je gewoon probeert door te gaan in de jeugdklasse 125? Ja, dat zeker. En dan praten we over de masters. Pik je die draad ook weer op, wat zeg je? Die laat ik voorlopig even met rust. Nee, die draad pik ik ook weer op. Gewoon lekker doorzetten? Ja. Dat is de mentaliteit van Robert, hè? Ja, doorzetten, ja. Dat heb je allemaal geleerd in de klasse 85C, denk ik. Ja. Grote wielen met name. Ja, zeker. Heel goed. Nou, lekker bijkomen, jongen. En ik wens je heel veel succes natuurlijk. Ja. En we houden je zeker in de gaten. En hopelijk komt toch de kracht weer terug. Want ja, officieel normaal gesproken hebben we eens vaker tegen elkaar gezet. Dan moet er toch een top 10 positie bij de jeugd in zitten. Ja, klopt. Als mijn kracht terug is en de snelheid die is er weer, dan komt het zeker goed. Doe je best, hè? Ja, zal ik doen. Dank je wel.